schroefpalen van een type DPA behoren tot de in de grond gevormde paalsystemen en zijn grondverdringend. Vroom Funderingstechnieken zet diverse type funderingsmachines in die tot grote paallengtes kunnen produceren. De afkorting DPA staat voor de funderingstechniek Drilling Push Aside. Dit paalsysteem is door Vroom Funderingstechnieken ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Schroefpalen van het type DPA bieden een grote draagkracht en kunnen druk- en trekbelasting opnemen. Het toepassen van DPA-palen betekent dat de bouwput schoon blijft, omdat de grondverdringing ervoor zorgt dat in beperkte mate sprake is van uitkomende grond. De productie veroorzaakt een zeer beperkte of helemaal geen geluidsoverlast naar aangrenzende gebouwen. Schroefpalen worden trillingsvrij en geluidsarm in de grond vervaardigd, wat een belangrijk voordeel is bij stadsvernieuwing en andere projecten nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen en of trillingen. Afdichtingsband in de schroefdeksel zorgt ervoor dat de voerbuis tijdens het schroeven schoon en droog blijft. De schroefdeksel wordt op de piketpaal geplaatst. Bevindt de schroefbuis zich in de juiste positie, wordt deze rechtsomdraaiend in de grond geschroefd. Is de berekende diepte bereikt, wordt gecontroleerd of de schroefbuis droog en vrij van verontreiniging is. De diameter van de schroefbuis geeft voldoende ruimte voor het op hoogte afhangen van een schachtwapening. Wapening over de gehele lengte is mogelijk. Daarna wordt de schroefbuis gevuld met betonmortel. Wanneer de schroefbuis wordt getrokken, wordt gelijktijdig beton bijgevuld en vormt zich de DPA-paal in de grond. Indien nodig wordt na de paalvervaardiging een kopwapening aangebracht. Alle DPA-palen worden na paalvervaardiging op continuïteit gecontroleerd. Vroom Funderingstechnieken staat u graag te zijde met een advies of aanbieding op maat. Ga naar de website voor het downloaden van de brochure of een online offerte aanvragen.